Welkom bij deze video-instructie waarin ik je laat zien hoe je op realistische wijze een oog kunt tekenen. En ik ga je echt stap voor stap laten zien hoe je ervoor zorgt dat alle onderdelen van het oog er op een mooie manier uitkomen te zien. Ik ga gebruik maken van een schetspotlood, een HB-potlood. Maar verder heb ik ook een 2B-potlood klaarliggen, wat wattenstaafjes voor het poetsen en een paar gummetjes. En die kan ik gebruiken om straks echt al die kleine details van de pupillen en de glimmers en het verschil tussen de hele lichte plekken en de donkere plekken echt mooi te laten zien. Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Dus voor nu gaat deze even aan de kant. En begin ik even op de volgende manier. Ik pak mijn schetspotlood en ik ga een rondje tekenen. Een beetje op deze manier. En hier mag je best wel rustig de tijd voor nemen voor deze onderdeeltjes, want je merkt wel, ik kan het niet in één keer recht doen, dus ik schets het een beetje. We moeten namelijk best wel wat uitgummen. En als je schetst, kun je dus makkelijk het een beetje bijwerken totdat je tevreden bent over het rondje dat je getekend hebt. Dit wordt namelijk de oogbal. Dus dit is wel belangrijk, want dit zorgt er straks voor dat jij ook precies kunt zien waar je de schaduw van het oog moet tekenen. Nou, als je dat eerste rondje hebt getekend, kun je er nog een rondje intekenen. Een beetje op deze manier hier zo in het midden. En dit wordt de iris. Dus dit is wel belangrijk, want dit zorgt er straks voor dat het oog wat jij aan het tekenen bent ook echt een beetje sprekend gaat worden. En ik ben nog steeds aan het schetsen, dus ik probeer het echt heel langzaam, heel voorzichtig gewoon op te bouwen. En hier binnen komt de pupil. De pupil is van persoon tot persoon verschillend hoe groot die is. Sowieso heeft iedereen natuurlijk verschillende ogen en dat is ook helemaal prima. Er is niet één soort oog dat goed is. Maar ik teken hem een beetje zo groot, dan ziet het er nog wel redelijk natuurlijk uit. Nou, hebben we het oog getekend en dan wil ik de rest van de huid van de oogleden eroverheen tekenen. En dat doe ik door een soort vormpje hier zo omheen te tekenen. Echt over de iris heen een beetje. Dus aan de bovenkant ga ik proberen om hier echt een beetje overheen te tekenen. En hier aan de onderkant, daar raakt daar kun je wel het hele oog, de hele pupil zien. Dus daar zie je dat, is het toch net iets anders. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar dit boogje is iets platter. Dit boogje is iets ronder. Dat ziet er vaak net wat natuurlijker uit. Nou, hier zo in de hoek komt een soort driehoekje. Dit is namelijk, je hebt hier de rand van het oogballetje. En dan komt hier een soort driehoekje. Dit is een traangootje. Ik ga dit nu nog niet heel erg uitwerken. Maar dan weet je vast dat die er nog ingetekend gaat worden. Boven het ooglid komt hier zo een rimpeltje van het ooglid. En dat ziet er ongeveer zo uit. Die gaat precies een beetje mee met de vorm van het oog. En ja, is een beetje van persoon tot persoon verschillend, maar zo ziet het er redelijk natuurlijk uit. Die zit aan de onderkant ook wel, iets minder duidelijk vaak. En dan zit hier zo onder vaak ook nog een beetje een rimpeltje. Ik weet niet of je dat kunt zien, je kunt ook altijd even bij jezelf kijken. Iedereen heeft andere ogen, maar die rimpeltjes moet je er wel een heel klein beetje intekenen. Want dat zorgt er namelijk wel voor dat het echt wat realistischer is. Gaat lijken. Ik ga vast een beetje wat hulplijntjes die ik had gezet weggummen. Dus ik ga nu proberen om de lijntjes die ik heb getekend ietsjes strakker te maken. Ietsjes netter uit te werken. Ook hier zo heb ik het een beetje grof getekend. En als je dus niet te hard drukt op je potlood, kun je dus heel makkelijk al deze lijntjes bijwerken. Zo, de oogbal mag wel weg, die gaan we niet meer gebruiken. Die is alleen nog wel even handig voordat ik hem helemaal uitgum. Hier zo boven ga ik zo meteen de wenkbrauw tekenen. En die kun je vinden, de plek van de wenkbrauwen, door eerst hier even de neus. Die komt ongeveer hier zo te zoeken. Dus hier komt wat schaduw van de neus. En als je dat dan een beetje omhoog doortekent, dan weet je dat ongeveer hier zo komt de wenkbrauw. Zo. En die gaat hier zo om het oog heen in een soort puntje. Komt die ongeveer hier zo schuin boven het oog terecht. En
Ja, ook hier weer. Iedereen heeft een ander soort wenkbrauw, maar ik teken hem een beetje zo. En nu mag dit hulplijntje dat ik gezet had wel een beetje weg. Ik zal straks nog iets van de schaduw van de neus laten zien. Maar in principe kan nu het hulplijntje van het oogballetje ook weg. Hier zo. En dan merk je dat je eigenlijk al wel alle belangrijke vormen van de ogen erin hebt staan. En nu ik de eerste vormpjes een beetje heb bijgewerkt, kan ik gelijk de pupil een beetje gaan inkleuren. Maar ik vind het vaak wel mooi als er een beetje een soort glimmer bovenop het oog zichtbaar is. Dus dat is wat licht dat in het oog valt. En dat zal er straks voor zorgen dat het oog er echt nog net wat fonkelender uit gaat zien. En dit glimmertje wat ik hier net getekend heb, dit rondje hierachtig, dat moet heel wit blijven. Dus dat ga ik proberen heel licht gekleurd te houden. Dit is de pupil, die ga ik inkleuren. En dit is eigenlijk de donkerste plek van het oog. Dus deze die mag best wel donker. Ik ga straks ook daar mijn 2B-potlood voor gebruiken. Maar ik kleur hem nu gewoon even op deze manier in. En dan ga ik hier de randen een klein beetje donker maken van de iris, hier zo. En ook hier. En dan ga ik proberen deze wat lijntjes te zetten vanaf het middenpunt, hier zo, naar buiten. En dan weet je dus een beetje, dan gaat het een beetje fonkelen. Dan gaan de ogen een beetje op een soort ster lijken. En dat zie je soms ook, dat het echt een beetje glimt of glinstert, de ogen. En dat is juist heel mooi om te zien. Dus dat ga ik ook proberen hier een beetje in te tekenen. En dat is wel een werkje, dus dat gaat een beetje langzaam door gewoon steeds lijntjes te zetten vanaf het midden naar de buitenkant. Ook hier langs achter de glimmer. En ja, als je dat gedaan hebt, dan kun je het ook een beetje gaan inkleuren. Vooral hier aan de bovenkant kleur ik het een beetje in. De iris en ook hier aan de onderkant. Maar hier aan de onderkant ga ik mijn gummetje pakken en hier een beetje een licht plekje maken. En als ik dan weer die lijntjes een klein beetje terugteken die ik net heb weggegumd, gaat het hopelijk erop lijken dat het echt een beetje op een ja, mooi sprekend oog krijg je daardoor. Ook hier aan de bovenkant, hier komt nog wat extra schaduw, want de oogleden die werpen ook een beetje een schaduw bovenop het oog. Dus dat zorgt ervoor dat dit echt wat donkerder wordt hier zo. Nou, door al die schaduwen die ik aan het tekenen ben, valt de binnenkant van mijn pupil, die wordt weer een beetje lichter. Dus nu ga ik mijn 2B potloodje pakken, dat is deze, om dit binnenste rondje echt donker te maken, zodat dit het donkerste plekje van het oog blijft. Dat je echt kunt zien dat dit de pupil is. En het mooie van deze techniek is dat, zoals nu, ben ik eigenlijk een beetje te veel lijntjes aan het zetten. Maar zometeen pak ik weer mijn gummetje en ga ik weer proberen het weer een beetje lichter te maken. En dan kun je dus langzaam opbouwen. Nou, wat ik nu ga doen, is proberen een beetje schaduw aan te brengen. En ik had het net al even over de plek van de neus. Die zit ongeveer hier zo. En ik ga wat schaduw tekenen door wat lijntjes gewoon over, gewoon wat huid hier zo te tekenen. Wat lijntjes over deze hele vorm hier zo heen te zetten. Dus ik kleur dit gewoon een beetje in. Ook naar de rand van het oog toe. En ook aan de onderkant van het oog, daar moet ook echt wat schaduw komen. En dit is eigenlijk een beetje te veel, maar dit gaan we dus weer met het gummetje een beetje bijwerken. Maar voordat we dat gaan doen, ik ga eerst even deze helemaal goed een beetje inkleuren. Ik teken echt heel licht, want we gaan het een beetje uitwrijven. Dat kun je doen door gewoon met je vinger heel zachtjes eroverheen te gaan. En dan kun je het een beetje poetsen, totdat het echt een beetje op huid gaat lijken. En ja, als je niet te hard drukt, dan kun je daar heel mooi zachte effecten mee krijgen, wat straks heel realistisch gaat uitzien. En ook hier zo open de kan een beetje schaduw over het oogballetje heen maken. En kijk, met je vinger is het natuurlijk een beetje lomp, maar als je een wattenstaafje hebt, kun je daar ook proberen om echt al die kleine details echt een beetje uit te poetsen en ervoor te zorgen dat dit helemaal mooi glad, mooie gladde huid wordt.
Zo. En om dan weer wat lichtplekjes te maken, kun je gewoon een gummetje pakken. En zoals hier boven dit ooglid wil ik het wat lichter hebben. En ook hier zo bij de wenkbrauw wil ik het wat lichter hebben. En ook hier bij dit ooglid wil ik het wat lichter hebben. En hier zo bij de wang, die begint hier, kun je haast niet zien, want ik heb hem niet getekend. Maar hier wordt het wel iets lichter. En ook hier zo wordt het iets lichter. Een klein beetje bij dit traagootje zit soms ook nog net een beetje licht. Maar ik wil het nog iets donkerder maken, want sommige plekjes die vind ik nog net een beetje te licht. Dus ik ga vooral hier zo bij dit randje van het ooglid echt proberen dit ooglid een beetje schaduw. Kun je dat zien dat het hier een beetje licht valt, maar hier aan de onderkant dat het daar wat donkerder wordt. En dat gaat hier ook gebeuren. Dus ik ga hier precies een beetje over deze onderkant van de het ooglid wat schaduw heen tekenen. Dit ga ik een beetje uitsmeren zo. En als je nou per ongeluk te veel over jouw tekening heen gaat, kun je natuurlijk weer heel makkelijk met je gummetje het weer een beetje wegpoetsen. En dat ga ik dus ook doen, want ik vind deze, ik wil graag dit ooglid een beetje lichter houden hier zo. En ook hier zo. Waar de wang een beetje zit. En hier zo heb ik het een beetje te veel gedaan. Hier mag ook nog ietsjes weg. En ook hier zo kan wel ietsjes weg. Dus dat zorgt er zo voor dat je net wat lichtere plekken overhoudt. En dat zal er straks hopelijk wel mooi uit gaan zien. Zo. Dit traangootje is een beetje lastig te tekenen, maar dat kun je gewoon het beste oplossen door hier echt een beetje een mooi strak driehoekje van te maken. En een klein beetje schaduw hier zo tussen. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar ik teken hier echt meer schaduw aan de bovenkant dan aan de onderkant. En ik ga zelfs een klein beetje schaduw hier zo op het oogballetje tekenen. Hier ook een beetje. Echt de bovenkant. Die krijgt bij mij veel schaduw. Kan je een beetje uitpoetsen. Zo. Niet te hard drukken, want dan wordt het lelijk. Maar als je zachtjes drukt, kun je het heel mooi uitwrijven. En een beetje uitpoetsen op deze manier. En vervolgens weer een beetje bijwerken met het gummetje. Zo. Dan... Ja, ik ga nog even de tijd nemen om met het 2B potloodje sommige plekjes nog net even wat donkerder te maken. Dat het echt een beetje duidelijk is wat ik heb getekend. Dus hier komt nog een rimpeltje, hier komt nog een rimpeltje. Ook dit oog, deze iris, die wil ik toch nog ietsjes duidelijker dat sterretje laten zien. En als je dan tevreden bent over al die kleine details, dan kun je aan de wimpers beginnen. Die komen hier zo op dit ooglid. En het is makkelijk om dan vanaf de hoek een soort lijntjes te zetten. Zo. En ik ga een beetje mee met de hele vorm van de wimper. Ik draai dus een beetje, maar de draaiing die verandert een beetje. Want hier gaan ze deze kant op, maar hier draaien ze naar de andere kant. En ook dichter bij de neus, zeg maar, dat zit hier zo, dan worden ze kleiner. Dus de langste zitten echt een beetje hier zo in de hoek. En ik ga gewoon proberen ze een beetje willekeurig, niet te netjes, ze hier over heen te tekenen. Ik teken er vooral een hoop kleine. En ze mogen dus ook echt een beetje over de rand van het ooglid heen gaan. En als je mascara op hebt, dan klitten deze een beetje samen, klonteren ze een beetje samen. Dat zal er zo meteen voor zorgen dat het er extra sprekend gaan die ogen er dan uitzien. Dat is wel een mooi effect. Dus dat kun je hier ook een beetje doen. Door ze echt een beetje
bij elkaar te houden, de lijntjes, de wimpers. En bij, ja, hier vind ik het vooral belangrijk dat de onderkant dus echt donker blijft. Dus hier zo blijft het echt een beetje donker. En ik ga zelfs met een 2B potloodje een paar van deze echt heel donker maken. Het kan zijn dat je af en toe je potloodje even moet slijpen, want dan kun je dus mooie scherpe lijntjes zetten. En als je dan de bovenste wimpers gedaan hebt, die maak ik hier nog even af. Zo. En als je met de onderste wimpers begint, dan zitten ze dus op deze witte lijn hier zo. En ik teken ze weer precies op dezelfde manier. Ze gaan dus steeds een beetje naar deze pupil toe. Ze draaien een beetje. Maar de onderste wimpers die zijn echt kleiner en er zijn er ook echt minder. Dus ja, daar hoef je ze niet zo donker te maken. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar ik probeer ook hier weer echt een paar bij elkaar te tekenen. En niet te netjes, precies zeg maar even ver uit elkaar. Dat ziet er vaak net een beetje onnatuurlijk uit als je dat te perfect probeert te doen. Ik hoop dat je kunt begrijpen wat ik daarmee bedoel, want het is soms een beetje lastig uitleggen. Het is soms makkelijker om gewoon te kijken van waar teken je nou, dan te luisteren naar waar ik het zou neerzetten. Maar op deze manier vind ik het op zich nog wel redelijk natuurlijk uitzien. Ik pak ook een beetje mijn 2B potloodje. En dan heb ik eigenlijk het meeste er wel ingetekend. Sommige stukjes nog een beetje bijwerken. Ik ga straks aan het einde van het filmpje nog even snel een paar details toevoegen. Sommige dingen die kunnen nog net even iets mooier gemaakt worden. Maar daar ga ik vooral straks even rustig de tijd voor nemen. Wat ik nu wel wil doen, want nu heb ik het meeste er wel in staan, is nog een paar plekjes wat lichter maken hier zo op deze onderste wimpers. Dat ziet er namelijk straks iets, ik druk er gewoon een paar keer met mijn gummetje op. Dan worden de wimpers wat lichter, maar dan ziet de huid er ook gewoon net weer even iets natuurlijker uit. Moet je wel weer even een paar wimpers terugtekenen. Doe ik ze natuurlijk niet, kan ook een paar zo laten, maar ik vind het wel mooi om ze weer een beetje terug te tekenen. En er komt dus ook de wimpers, die werpen dus ook een klein beetje schaduw hier op de onderkant. En dat kun je er ook nog weer een beetje intekenen. Je zou zelfs een paar lijntjes van de huid kunnen laten zien. En hier zo bij het traangootje zit ook altijd een beetje schaduw. Dus dat ga ik hier zo er ook een beetje intekenen. Beetje uit, voorzichtig uit. Smeren met mijn vingers. Poetsen. En het enige wat we dan eigenlijk nog hoeven doen is een beetje de wenkbrauw. En de wenkbrauw is eigenlijk heel simpel. Ik had hem hier al getekend. En de haartjes van de wenkbrauw die gaan hier omhoog en dan draaien ze al vrij snel. En komen ze uiteindelijk uit in dit puntje. Dus dat kun je gewoon doen. Door steeds deze haartjes moet je potlood dus echt scherp zijn. Een paar mooie scherpe haartjes hier zo omheen te tekenen en ze echt mee te laten draaien met de vorm van de wenkbrauw. Zo. En je kunt het een beetje uitsmeren, dan ziet de huid er straks nog iets natuurlijker uit. En ik teken dus gewoon heel veel haartjes, ook weer niet te precies even ver allemaal uit elkaar, maar echt hier zo overheen. Soms zijn ze misschien ook iets te lang of steken ze een beetje uit. Ik vind het ook wel mooi als er een paar hier zo aan de voorkant net een beetje uitsteken. Ziet er toch allemaal net wat natuurlijker uit. En op deze manier heb je dus best wel snel op een hele realistische wijze een oog getekend. Wat ik nu ga doen is nog even de tijd nemen om een paar kleine details even iets realistischer wat schaduwen toe te voegen en wat dingetjes net even nog iets verder uit te werken. En dan zul je zo meteen het eindresultaat wel zien.
heb even rustig de tijd genomen om alles netjes uit te werken. En ja, tekenen van zijn ogen is best wel lastig. Maar als je gewoon rustig de tijd neemt, dan merk je dat je stap voor stap dat het steeds realistischer wordt. Ik zou je sowieso aanraden om een foto erbij te pakken of eventueel een spiegeltje, zodat je naar je eigen ogen kunt kijken. Want iedereen heeft weer net een ander soort gezicht. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende filmpje.